Het is alweer een tijdje geleden dat ik voor kleding naar een fysieke winkel ging. Vandaar dat ik samen met een van mijn beste vriendinnen, Chanou, op pad ging. We gingen namelijk naar het grootste winkelcentrum van Nederland, namelijk Westfield. En daar zijn we een aantal winkels langs geweest. We waren er in de meivakantie, dus het was pittige druk. We waren eigenlijk van plan om nog meer winkels af te gaan, maar vanwege de drukte hebben we het maar bij 3 gehouden. De eerste winkel waar we naartoe gingen was de Guts & Gusto. En die winkel is zo ontzettend mooi. De eerste pasronde waren items die ik zelf had uitgekozen. En later kwam Chanou met het idee om wat setjes voor mij samen te stellen. En die vervolgens te gaan passen. En dat vond ik heel erg leuk. Ik heb al een aantal items gepast. En Chanou is nu voor mij aan het kijken. Zei ja, dat is leuk als ik een aantal spullen voor je pak. Ik zeg ja hoor, ik ben heel erg benieuwd met wat zij komt. Ik heb een aantal favorieten die ik sowieso ga nemen. Pak vond ik ook heel erg leuk, alleen de broek die vond ik een beetje te baggy. Ik weet niet of het bij elkaar worden, en wel bij elkaar. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het is wel gek hoor, om nu zo in de winkel te zijn. Ik vond het zo leuk dat Chanou me wilde stylen. Vaak kies ik kledingstukken uit die echt binnen mijn comfortzone liggen. En ja, tijdens de shopsessie paste ik ook wel andere items. En uiteindelijk heb ik dit jurkje gehaald. Mijn netvlies viel hier niet op, maar wel die van Chanou. En toen ik hem aan had, dacht ik, oh, dit is zo leuk voor de zomer. En ja, ik ben heel erg blij met dit jurkje. Echt super nice. En Chanou had ook deze broek voor me uitgekozen. Dit is echt een broek voor mij. Ik vind het heel gek dat ik hem zelf niet had gezien. Daarom ben ik blij dat zij mee was. Echt een topper. Chanou, je moet een carrière switch maken. Je moet personal stylist worden. Deze broek, hij zit zo lekker. En hij valt ook heel goed. En de stof is perfect voor het voorjaar en voor de zomer. Lekker dun, luchtig. Daar hou ik van. Ik hou van praktische items. Dus ik ben hier heel erg blij mee. En om het ermee te combineren heb ik ook nog dit topje. Er was hier ook nog een rokje van, maar dat vond ik een beetje te geworden voor mij. Deze top is ideaal voor de zomer. Of met een jasje of een vest eroverheen, mocht het wat frisjes zijn. Ik ben er helemaal blij mee. Aan de achterkant heb je elastiek, dus hij rekt lekker mee. Ik ben happy. Dan hebben we deze blouse. Ik heb deze al meerdere malen aangehad. En het is niet per se een kleur die ik in eerste instantie zou dragen. Ik ben heel erg van het ja, neutrale. Maar ik trok deze aan en denk, oh, blauw staat me ook wel. Dus ik ben heel erg blij dat ik deze zag hangen. En ik gebruik deze echt. Ik draag deze echt meerdere malen in de week. Ik vind hem heel erg leuk. En dan alweer mijn laatste aanwinst van Guts & Gusto. En dat is een sieraad. Ik kon eigenlijk als het ware die hele winkel wel leeg kopen. Alle items vond ik stuk voor stuk leuk. Dus waarschijnlijk ga ik binnenkort even online kijken of ze weer leuke dingen hebben. Ik weet niet of jullie dat ook herkennen. Maar de kledingstukken die ik nu in mijn kast heb hangen zijn wel oké. Maar ik heb het nu al zo vaak aangehad dat ik denk, ja, ik heb zin om iets nieuws te kopen. Ik heb zin in nieuwe items. Maar dit is een dubbele ketting in het goud. Heel erg leuk en past wel bij alles. De laatste tijd draag ik vaker goudkleurige sieraden dan zilver. Het ligt heel erg aan mijn stemming wat voor kleur sieraden ik draag. Maar ik vond dit wel heel erg leuk, dus die heb ik ook. Dat waren alle items van Guts & Gusto. Ik was toen ook nog naar de Zara geweest. Alleen ik had toen niks gekocht omdat de items die ik ging passen niet in de juiste mate waren. Uiteindelijk heb ik wel wat dingen online besteld. Onder andere iets wat ik wel had gepast in de winkel. Dat was namelijk dit vest. Ook weer blauw. Langzamerhand voeg ik iets meer kleur toe aan mijn garderobe. Ik vond de kleur heel erg leuk. En je kunt hem open en dicht dragen. Alleen ik denk dat ik hem open ga dragen met een topje eronder. En hij voelt heel lekker aan. En dan heb ik ook nog een broek. En deze heb ik ook al een aantal keer aangehad. Dit is een pantalon. Ik had een periode dat ik alleen maar pantalons droeg. En toen ging ik weer over naar jeans. En nu merk ik dat ik weer naar de pantalons ga. Dan heb ik een bralette. En deze heb ik in 2 kleuren. Alleen de zwarte variant heb ik nu in de was liggen. Want ik heb
Want ik draag hem echt non-stop. En omdat ik die zwarte heel vaak draag, heb ik ook een roze besteld. En zo ziet hij eruit. En het laatste item van Zara is deze jurk. Het is een simpel zwarte jurk. En ik merk dat ik de laatste tijd echt into jurkjes ben. Ik vind broeken ook wel fijn, maar ik weet niet wat het is. Maar ik voel me vrouwelijker in een jurk. Tussen het winkelen door waren we ook nog eventjes langs de Starbucks geweest. We hadden namelijk behoefte om lunch en koffie te halen. We staan in de rij voor de Starbucks. Het duurt wel even, maar heel lang. Het is het waar, want we hebben zoveel zin in trek in Starbucks. Dus... Maar ja, ik vind het niet de herhaling van de rij. Nee, het is echt te druk. Je staat ook al een uur in de rij. Maar het is wel weer leuk weer. Ja. En na onze lunch en koffiebreak gingen we nog naar één winkel, namelijk de Action. Want Chanou had een aantal dingetjes nodig. Ik hoefde eigenlijk niet iets specifieks, maar ik scoorde toch wel een aantal leuke items. We hebben hier decoratietouw. Je kunt hem als decoratieelement zo neerzetten. Dat ziet er ook al leuk uit. Of je kunt dat gebruiken voor een do-it-yourself. Wat ik er precies mee ga doen, weet ik niet zo goed. Ik vind het ook wel leuk als ik het gewoon zo neerzet. Dus misschien dat ik dat gewoon ga doen. Dan heb ik een opbergmandje, wat ik waarschijnlijk als een soort van prullenbakje ga gebruiken. Ik ben namelijk mijn kamer opnieuw aan het decoreren. Ik heb een nieuw nachtkastje, ik heb een nieuw bureau. Daar komt nog een aparte video over. Maar ik dacht, dit is misschien wel leuk. Ik heb nu wel een ander prullenbakje, maar hij is niet zo mooi. Misschien dat dit wel een leuke vervanging is. En dan heb ik hier ook nog een placemat. En ik denk dat ik al weet wat ik hiermee ga doen. Ik ga dit denk ik op mijn bureau zetten. Met een vaas erop en wat kaarsen. Eigenlijk wilden we ook nog naar Bath & Body Works gaan, want die zit nieuw in Nederland. Maar die rij was abnormaal. Ik had een aantal mensen in die rij gesproken, want ik vroeg hoe lang ze al daar stonden. En ze stonden er echt al een half uur en het was echt niet opgeschoten. En ik denk, ja, ik ben heel erg ongeduldig. Zo'n dus sowieso is wachten niet echt iets voor mij. Ik vind het totaal niet erg om eventjes te wachten. Maar ja, ik kan het net zo goed online bestellen als ik het zo bekijk. Dat was dan de shopvlog van mijn nieuwste aanwinsten. Laat vooral weten welk item je uit deze video het leukst vond. Ik zal proberen om zoveel mogelijk linkjes van de producten hieronder in de beschrijving te zetten. Mocht je meer van mij willen zien, dan kun je me natuurlijk ook volgen op Instagram. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En hopelijk zie ik je de volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei doei!